Het jaar 2031. Ons planeet is er slecht aan toe. Het universum heeft de mensheid opgegeven en daagt de dappere boogschutter uit om naar aarde af te dalen. Zijn opdracht, de vier elementen, vuur, aarde, lucht en water, terug te vorderen op de mens. Avontuurlijk als hij is, twijfelt Boog geen moment. Daar aangekomen ziet hij de wereld al snel met andere ogen. Hij valt van de ene verwondering in de andere en komt voor een moeilijke keuze te staan. Wat doe je als de wereld in brand staat? Welke uitdaging ga je samen met je nieuwe bondgenoten aan? Welke ga je uit de weg? Lukt het Bo om de planeet en de mensen waarvan hij is gaan houden alsnog te redden? Dan is het besloten. Boogschutter gaat naar de aarde. Hij haalt de elementen op en brengt ze naar ons toe. Dan laten we die planeet voorgoed achter ons. En dan is het einde mensheid. We maken het voor het publiek. We willen het publiek enthousiasmeren. We willen ze informeren. We willen ze raken. En nu is het publiek. We hebben natuurlijk al try-outs achter de rug. We weten dat dat lukt. En vanaf nu is het voor iedereen toegankelijk. Dus dat is fantastisch. Dan brengen we niet iets traditioneels of niet iets normaals. We brengen iets compleet nieuws en compleet van deze tijd. Met ook technologie van deze tijd. Het verhaal speelt 10 jaar in de toekomst. Het gaat ook over de zorgen rondom de toekomst van de aarde. Dus we hebben ook een extra boodschap, maar het is ook topamusement. Dus alle redenen voor een middag of een avond uit. Ik verwacht heel veel spektakel. Het is een waanzinnige locatie. En ik vind het sowieso fantastisch dat mensen het proberen om een nieuwe musical te maken. En ik heb gehoord over projecties en over drones en dat soort dingen. Dus ik verwacht heel veel spektakel voor het oog en voor het oor en om er wel mee te gaan met het verhaal. Dus ik verheug me. Het is voor de eerste keer dat we zoiets moois in de koepel hebben. Maar het geeft ook iets aan over de verandering die de koepel gaat doormaken. Maar ook het culturele klimaat in onze stad. Daar ben ik heel erg blij mee dat die twee bij elkaar komen. Historie en toekomst. Vanaf vorige zomer zijn we hier ontzettend druk mee geweest. En met de scriptschrijver Dick van de Heuvel, natuurlijk de producent, helemaal in gaan zoomen. Wat willen we echt vertellen? Natuurlijk willen we vertellen over die nieuwe aarde. De aarde waar we toch, die we toch naar de kloten helpen. Zo is het nou eenmaal. Maar ook de kern van mens zijn. En wat we kunnen doen. Hoe we kunnen samenwerken. Hoe we kunnen leren. Zonder belerend te worden. Want het wordt natuurlijk snel een soort van, nou mensen. En dat heb ik echt precies niet geprobeerd te doen. Dus, maar dat je toch naar buiten gaat en denkt, misschien moet ik eens even nadenken over mezelf en over de aarde. Dus dat is volgens mij aardig gelukt. Ja. Ik heb de hele tijd de negativiteit van corona wel gebruikt om heel positief te zijn. En eindelijk mijn eigen productie te doen. Dus en heb ik pas 2 try-outs gedaan en ben ik buitengewoon blij om. Dus dat is, het is hoopgevend. Ja, de zodiac en de sterren staan blijkbaar goed op dit moment. Stel, je hebt 1 knop. Wat zou je willen verbeteren op de aarde? Waar we ons toch wel het meeste zorgen over moeten maken is het klimaat, denk ik. Dus als we daar iets op zouden kunnen vinden dat we energie ergens uit zouden kunnen halen, waardoor we niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en we toch min of meer niet al te veel op zouden hoeven geven, dat zou toch eerlijk zijn? Ik wil gewoon niet dat we elkaar belasten met het feit dat jij vindt wat jij vindt en ik vind wat ik vind. En sowieso wil ik geen racisme en ik wil heel oprecht, ik deel al mijn asfalt, dat scheid ik. Maar mijn kinderen houden van vlees eten. Dat zijn omnivoren, die willen van alles. En dat begeleid ik. Maar zeg niet dat ze geen gehaktballetje mogen eten. Je moet eerst met jezelf aan de slag, want we dragen als mensen zoveel pijn en jaloezie en afgunst. En je kan pas werkelijk samenwerken als je echt met jezelf kan samenwerken, anders kan je niet wezenlijk echt iets veranderen. Vrede paarden. Dat zou toch een hele hoop oplossen, hè? Als iedereen gewoon een beetje liever voor elkaar zou zijn. Vrijheid voor iedereen. Thank you.
dit staat natuurlijk op heel veel techniek, maar ook inhoudelijk gaat het echt over wat er nu gebeurt. Het is heel actueel en het gaat echt ergens over. En dat vind ik zo mooi, dat we ondanks een spektakel nog wel echt iets te vertellen hebben. En ik hoop dat wat we hier voorspellen, dat niet gaat gebeuren. En dat het goed komt. Maar ik hoop zeker dat het een boodschap voor hoop is. En alles voel je liefde voor wat we aan het doen zijn, voor het vak. En vanuit de crew tot aan de schrijver, tot aan de cast, is het echt, ja, dat is een feestje om daar onderdeel van te mogen zijn. Het is misschien best een moeilijk verhaal om te volgen, maar dat vind ik juist ook wel goed. Dat mensen misschien iets meer hun best moeten doen dan achteroverleunen en kijken naar een musical. En dat vind ik wel goed, juist in deze tijd. Wat je al zei, lichteffecten, maar we hebben ook drones. We hebben hier achter me hebben ook een draaischijf, alles beweegt. We hebben hier een koepel waar ze heel goed gebruik van hebben gemaakt. Er zit hier, wordt alles op geprojecteerd, lichtshows. Ja, dit is echt een musical van 2021. En ja, ik hoop dat we dit toch wel misschien maanden, misschien jaren mogen blijven spelen. Ja. En wat ik leuk vind, we zijn echt een jonge crew. Er zit natuurlijk wel een aantal van de oudere garde bij, maar we zijn allemaal nieuwe, jonge talenten. En dus, wat de boodschap ook is, een nieuwe generatie. En dat, ja, ik kan eigenlijk alleen maar blijven glimlachen. Want ik vind het zo gaaf. Dat is wat we willen. Je even uit die, wat je verwacht van een musical, wat je verwacht van een toneelstuk trekken. En het is nog steeds een musical, maar ja, je echt gewoon even je hoofd omgooien. En heel veel mensen vinden dat moeilijk. Want die denken, oh, ik ben oncomfortabel, ik snap het niet. Ja, het wordt maar even oncomfortabel. En dan gaat er heel veel gebeuren in dat hoofd. Ik denk dat wij gewoon als groep heel erg elkaar meetrekken in alle energie. We hebben een hele hoge energie en wij zijn als groep gewoon heel, we zijn heel fijn met elkaar. Er hangt gewoon een hele goede sfeer en we kunnen het allemaal heel leuk met elkaar vinden. En als we op het podium staan, dan zijn we allemaal gewoon aan. Het is zo tof om te zien. Ja, elke voorstelling heeft natuurlijk een boodschap, maar het voelt dat hier de boodschap belangrijker is dan het feel-good gevoel. Ja. Het is een beetje een donkere voorstelling. Grijze tapijten, donkere atmosferen, zwarte kleding. Het voelt inderdaad dat het verhaal, de boodschap die we willen overbrengen, belangrijker is dan het feel-good of het pleasen van het publiek. Het is natuurlijk naast dat we een heel actueel verhaal vertellen, ook inderdaad heel dagelijks door de problematiek die ik dan speel met René van Kooten, vader, dochter en zo'n liefdesrelatie die erin voorkomt. Dus het is zeker ook gewoon heel dagelijks en actueel, ja. Ik vind het super tof dat we op deze manier met z'n allen zo'n verhaal kunnen vertellen wat verteld moet worden. Dat dat dan door middel van muziek, spel en dans kan. Ja, dus dat vind ik er heel tof aan. Ik vind dat er nieuwe verhalen verteld moeten worden. Gedurfde verhalen, geëngageerde verhalen. En je ziet in musical in het genre vaak gewoon dat het natuurlijk om entertainment gaat. Om plezier, om lol, wat absoluut heel mooi is. Maar je kunt in het genre ook met entertainmentgehalte ook hele mooie diepe verhalen vertellen. En dat is mijn missie hier, dat is mijn doel. En ik ben apen trots op dit product. We vertellen iets, we zijn gedurfd. En ik hoop dat het ontploft vanavond. Dat ook. Het was vanaf begin af daaraan gewoon een feest. Fijn repeteren, open repeteren, elkaar kansen geven, ruimte hebben, ontdekken met elkaar. Ja, dat was heel fijn. En het is ook wat we natuurlijk uit willen stralen met het verhaal, is dat we het met elkaar moeten doen. Met ons, maar met het publiek, met iedereen. Dus, ja. Achter mij de koppen van Breda, de hoofdingang, waar velen hebben vastgezeten. Ook bekenden, denk maar aan de drie van Breda. Maar daar gaat het niet over. Vanavond was hier de première van Zodiac, de musical. Een musical wat ging over aarde, vuur, lucht en water. Het had alles in zich. Het was echt een en al top. Licht, geluid, ensemble, waar zelfs 6 mensen in waren die stage liepen. Het was niet te merken. Het was één grote eenheid. Wel een bijzondere musical, moet ik zeggen. Want de eerste minuten dachten wij van, waar gaat het heen? Het kwartje viel en we hebben genoten. We zaten in het verhaal. Echt anders als anders. Ik zeg, daar moeten we op proosten.